Nou, wat ik opvallend is dat het veel groen zal worden. En dat de scholen dus eigenlijk worden gekoesterd. Dat vind ik erg opvallend. Ja, ik ben een beetje teleurgesteld dat de inspraak van bewoners toch vaak op de tweede plaats staat, vind ik. En de moedeloosheid van, wordt er nou wel eens een keer ook geluisterd naar ons, hè? Ja, wat de bedoeling van de avond was, is om bewoners in gesprek te laten komen met de gemeenteraad. Om met elkaar te praten over het gebiedsplan wat gemeenten en woningcoöperaties op dit moment de inspraak in brengen. Is het gebruikelijk dat raadsleden ook altijd naar de wijk komen bij dit soort bijeenkomsten? Ja hoor, het is een gewoonte dat in alle wijken, er zijn er 10 in Utrecht, tweemaal per jaar de gemeenteraad naar de wijk toekomt om te praten met de bewoners. De plannen worden over de mensen gemaakt en je moet kijken dat het met de mensen gebeurt. En dat vind ik altijd het belangrijke van die wijkbewonersavonden. En soms reikt de wijk zelf een onderwerp aan. De andere keer zeggen wij van, goh, wij willen wel eens praten over dat en dat plan. Bijvoorbeeld nu vandaag over Kanaaleiland Zuid, een plan. Nou, wat vinden jullie daar nou van? Kom met ons in gesprek. Nou, en dat vinden wij een goede manier om onszelf voor te bereiden om een goede beslissing te nemen natuurlijk. De hoofdmoot is dat wij de wijk willen renoveren, zowel de woningen zelf als de woonomgeving. En dat willen we dan met de bewoners doen en op een kleinschalige aanpak. Je moet het maar over je heen laten komen wat de veranderingen zullen komen. Ja, wat je nu ziet is dat jonge mensen die een gezin willen stichten, nou ja, al vlug de wijk uitgaan. En ook voor die groep zouden we weer faciliteiten willen bieden. Hè, en dat kun je met name op die plekken doen waar die scholen leegkomen. De positieve interpretatie daarvan is dat mensen hier wel heel graag willen wonen. Ja, maar dat wist ik al hoor. Ik heb zelf in Kanaaleiland gewoond. Ik vind gewoon, het is gewoon een toffe wijk. En wat we ook zien is dat de ouderen, omdat het allemaal flats zijn zonder lift, dat die ouderen weggaan. Omdat ze, ja, nou ja, 4 trappen omhoog met je tas van Albert Heijn wordt toch wel erg zwaar. Om die mensen ook meer mogelijkheden te bieden om in de wijk te blijven. Nou, waar ik heel blij verrast over was, dat er eigenlijk wel heel veel steun is voor het plan wat hier op tafel ligt. Ik heb er alle vertrouwen in dat, ik geloof 2017, dat het jaartal was, dat het af moet zijn. Dus heb ik er wel vertrouwen in dat het zo het zal gebeuren. En als je over zulke tijden praat, dan is geduld natuurlijk ook wel belangrijk, denk ik. Maar politiek, dat is altijd geduld hebben. Maar voor de bewoners is het nog meer geduld hebben. Zijn mensen nou nog in de gelegenheid om ook na deze avond nog bijvoorbeeld bij u aan te kloppen of bij uw collega's van andere partijen? Nou ja, ik zou een oproep willen doen aan mensen die bijvoorbeeld nu kijken en denken van potverjandorie, ik heb toch wel iets gemist, een gemiste kans. Alle politieke partijen zijn altijd aanspreekbaar op gewoon dat zij een mening van andere mensen horen over zo'n plan. Er werd ook net verteld over de huren. Maar ook voor senioren bijvoorbeeld, dat je daar ook moet inventariseren. Het is niet alleen maar een wijk waar jongeren zitten, maar ook ouderen. En hoe kun je dat integreren? En dan natuurlijk nog de nieuwe Nederlanders met de normale Nederlanders, hè? De gewone Nederlanders. Ja. Hoe kun je dat meer bij elkaar brengen? Wat die mevrouw ook zei, dat is best een groot probleem. Hoe kom je als groepen, zeg maar, de jonge mensen en de mensen die hier al heel lang wonen, hoe kom je nader tot elkaar? Wat is het gemeenschappelijke in de wijk? We zijn Kanaleilanders. We zijn Kanaleilanders. Het gaat niet om bejaarden, allochtonen, autochtonen, vrouw, man. Die tijd hebben we achter ons. We moeten vooruit. We moeten ook vooruit denken. En iedereen moet een steentje daaraan bijdragen. Dus je kunt de bal niet alleen bij de jongeren leggen of bij de ouderen. We moeten het samen doen. Gaat u tevreden naar huis zo direct? Gedeeltelijk. Gedeeltelijk niet.